Goedendag, mijn naam is Joep van Morsel, ik ben student aan het Sint Lucas in Boksel. Ik doe mee aan deze opdracht Future History. Ik wil graag het verleden induiken in de vorm van de camera. De allereerste camera was de camera obscura. Eigenlijk heel simpel gezegd, dit zou dan een kamer zijn of een doos, helemaal afgesloten, behalve één klein gaatje die ergens gemaakt is. De kleine gaatje zou dan licht doorheen komen vallen. Het licht kwam dan vaak op een muur of een wand gevallen, waar een gevoeliger voorwerp zou staan. Dit voorwerp zou dan het licht erin komen branden en een foto maken. Deze foto's waren vroeger natuurlijk zwart-wit, want ze konden alleen maar tintenlicht fotograferen en nog niet de kleuren die erop vielen. Deze fotografie wou ik graag ook zelf proberen op keramiek. Jammer genoeg heb ik nog niet de techniek kunnen ontwikkelen om licht te kunnen branden in keramiek, maar wel glazuren. Glazuren zijn eigenlijk pigmenten. Dus ik moet kunnen fotograferen met pigment. Hier heb ik een onderzoek in gedaan en ben ik eigenlijk de camera obscura gaan nabouwen. Dit heb ik gedaan door de wand waar de foto op komt als tegel te gebruiken. Daarbij heb ik het kleine gaatje van de obscura een schabloon van gemaakt en heb ik de spuit gebruikt om het licht na te maken. Het schabloon heb ik eigenlijk gebaseerd op een schilderij waar ook heel vaak schabloon op staan. Die zult u wel kennen. De nummerschildering. Hierbij heeft u een aantal schablonen waar nummertjes in staan die u zelf moet inkleuren. En wanneer u dit allemaal doet, krijgt u een prachtige afbeelding. Dit heb ik ook gedaan, want eigenlijk elke schabloon is een soort lichtfactor. Dus als ik één schabloon pak qua licht, kan ik hier een foto van maken. Ik heb mijn schabloon een wijnglaasje gemaakt en ben hiermee verder gegaan. Hier ziet u het resultaat. Elke tegel heeft zijn eigen kwaliteit. Eén is een grote vlek en andere is scherp gesteld. Dit heb ik gedaan met steeds de afstand te veranderen. De ene keer ziet hij dat het wat scherper is, de andere keer wat waziger. Dus eigenlijk mijn camera is ook aan het focussen, net als de camera obscura. Na deze test voldoende te hebben afgerond ging ik verder. Want de camera is natuurlijk niet alleen fotografie, er is ook een filmfunctie. De allereerste film werd gemaakt door Eduard Maybridge. U zult hem wel kennen. Hij heeft bijvoorbeeld het rennende paard ontdekt. En wat ik daarmee bedoelde, is dit. U zult het wel kennen. Een heel snel achter elkaar gespeeld filmpje van rennende paarden. Hoe hij dit deed? Hij had de opdracht om een paard te fotograferen en zo te zien of al zijn poten van de grond afkwamen. Dit deed hij door 20 camera's achter elkaar neer te zetten en ze allemaal snel achter elkaar een foto te laten nemen. Zo krijgt u veel snel achter elkaar gemaakte foto's, en als je ze achter elkaar afspeelt, een filmpje. Dit wilde ik ook. Ik heb de foto's genomen van de kat van Eduard Maybridge. Deze foto's heb ik gespoten op mijn voorwerp. Maar nu moet ik natuurlijk mijn film nog afspelen, oftewel draaien. Hoe ik dat deed is eigenlijk mijn voorwerp pakken en deze op de draaischijf zetten, oftewel de kalibreerschijf. Ik heb hier klei in gedraaid en uit mijn vorm, mijn film en mijn fotografie. Bij elkaar een prachtige voorstelling. En ik hoop natuurlijk ook dat u mag genieten van mijn voorstelling. Dit was mijn presentatie. Ik hoop dat u ervan heeft genoten en dat u er smakelijk van kunt eten. Dank u wel.